Deze keer een hele korte film over als je Photoshop opstart. Als je het opstart, krijg je standaard namelijk een beginscherm voor je neus. En dat is dit. Hieronderin zou je een bestaande foto kunnen openen. Of je hebt hier foto's staan die je in het verleden al hebt geopend. En je hebt hier aan de linkerkant wat opties. En veel mensen zitten eigenlijk niet op dit te wachten. Wil je door naar Photoshop, kun je hierboven op het PS-icoontje klikken. En ga je door naar de gewone variant. Maar veel mensen willen eigenlijk met dit scherm openen en die willen niet dat startscherm wat ervoor zit. Nou, dat is heel makkelijk, dat vind je hierboven bij bewerken. Dan heb je daaronder voorkeuren en je hebt algemeen of de sneltoets Ctrl-K. In dit venster heb je al je voorkeuren en instellingen van Photoshop. Aan de linkerkant heb je je categorieën en dan heb je in de rechterhelft heb je de opties die je daarbij kunt kiezen. Dat beginscherm dat vind je dus gewoon bij algemeen en dat staat dan hier. Het beginscherm automatisch tonen. Nou, als je dat uitvinkt en je drukt op oké, OK, dat is eigenlijk alles. Sluit ik Photoshop weer af en ik start het opnieuw op. En je ziet, ik kom in Photoshop zonder het beginscherm. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!